John, nog uh, drie nachtjes slapen. <laughs> ja, dan moet het gebeuren. Dan moet het gebeuren. Dat is een wedstrijd waar we natuurlijk uh, enorm naar uitkijken, enorm naar toe leven. Um, alle competitierondes die we gehad hebben, die, um, ja, die tellen nu niet. We stond, uh, of alles staat nu in het teken van, uh, van de finale. En wat ik zeg, dat is iets om, uh, om naar uit te kijken en uh, aftellen. Ja. Drie, drie nachtjes. Drie nachtjes. Waar kijk jij het meest naar uit? Nou, ik kijk altijd het meest uit naar uh, hoe het team uh, zich uh, ja, weerstaande houdt in een wedstrijd als deze. Uh, ik denk dat we, ik heel tevreden kan zijn over de ontwikkeling die we hebben gemaakt dit seizoen. Zowel in de beek-competitie, maar zeker ook in de normale competitie. Uh, ik denk ook dat we er hartstikke goed in zitten. We zijn, uh, we zijn fit. Iedereen is fit om, uh, om deel te nemen aan die finale. Iedereen wil dat ook enorm graag. Dit zijn wedstrijden waar je spelers niet voor hoeft te motiveren we moeten ze wel uh, voorbereiden op, uh, op scenario's wat kan gebeuren. En daar zijn we al een tijdje mee bezig. En ja, dat krijgt nu de komende drie dagen natuurlijk uh, de, moet dat de climax worden naar, uh, naar zondag toe. Uh, voorbereiden. Maar wat is dan je belangrijkste boodschap uh, naar de jongens? Ja dat ze, dat ze hun eigen spel moeten spelen. en, uh, en uitgaan van hun eigen kwaliteiten, uh, zowel met bal, maar ook zonder bal. En ik denk dat dat een, een belangrijk uh, ding wordt. Dat we 90 minuten, misschien wel 90 minuten plus, ja, bij de les moeten zijn. Want we hebben natuurlijk in een aantal wedstrijden ook gezien, heb je gisteren ook gezien op het moment dat we dat niet zijn, dat elke tegenstander ook tegen ons uh, daarvan uh, kan profiteren. En ja, dat moet eruit. Um, daar kun je heel lang en heel veel over praten. Nou, het is aan ons om, uh, om voor ons is het zaak om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen met elkaar en bij als staf. Ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt met die, uh, met die groep. En dan is het. Uh, ja, uiteindelijk uh, gaan en kijken wie de beste is. En daar hebben we heel veel vertrouwen in, omdat we, wat ik zeg, goed in vorm zijn, we spelen goed, het elftal staat, uh, zijn fit, ja. en een mooi affiche natuurlijk. Absoluut een mooi affiche. Um, als je het hebt over dat profiteren, wat de tegenstander wel eens doet, zoals gisteravond uh, uh, tegen Vitesse. Dat deed Feyenoord natuurlijk ook tegen ja. jullie ongeveer een maand geleden. Maar, wat is het belangrijkste wat je meeneemt van die wedstrijd na zondag toe? PSV deed dat eigenlijk ook. En dan speel je heel lang goed. Toen je 70ste minuut scoorden ze dan de 2-1 tegen PSV. En dan geef je ook alles weer weg. En dan is al het goede wat je gedaan hebt is, uh, is jammer. Uh -huh. En ja, nu wat ik zeg, van uh, we moeten daar uh, ja, 90 minuten. En ook al ben je iets minder, dat kan nog steeds. Maar dan moet je wel bij elkaar blijven en de dingen blijven doen, zodat de tegenstander daar niet van kan profiteren. En dat wordt uh, ja, een uitdaging en een, uh, een opdracht naar, naar zondag toe. Ja. Maar wat neem je mee van die wedstrijd van de vorige keer in de Kuip? Nou, dat je daar ook hebt laten zien dat je uh, goed mee kan voetballen. Maar je komt wel terug uit een situatie waarin we uh, ja, toch even niet scherp zijn. Waardoor je achterkomt. En dat is anders voetballen. Dus dat is een ander scenario dan, uh, dan wat je liever hebt zoals gisteren. En dan kom je met fantastisch voetbal 2-0 voor. Je laat het schieten, en het is ook zo weer 2-2. Mm -hmm. En dat wordt, uh, ja, wordt in een wedstrijd als deze wordt dat, wordt dat bepalend. En zeker ook tegen een team Feyenoord, wat, uh, wat natuurlijk uh, de ervaring heeft om, uh, ja, om dit soort wedstrijden meer te spelen dan dat wij dat hebben gedaan. Is er eigenlijk een favoriet? Ja, als je. Ik, ik ga niet zeggen dat wij de favoriet zijn, uh, Feyenoord heeft dan het voordeel van thuis, maar ik vind dat ook onzin, want wij zijn daar ook met uh, volgens mij 18.000 supporters, die hebben Feyenoord ook. Dus wat dat betreft uh, denk ik niet dat, uh, dat er een uh, favoriet vooraf, maar je hebt wel twee teams die, uh, ja, die beide um, ja, hebben laten zien, ook dit seizoen, dat ze in staat zijn om, uh, om een prijs te winnen. En, uh, ja uh, natuurlijk als je kijkt naar de stand we hebben meer punten maar ja, dat, dat zegt mij voor deze wedstrijd niet alles um, ik denk dat de gemiddelde AZ-fan heel veel weet van jouw team maar ik denk dat de velen nogal benieuwd zijn naar het systeem dat is nog een beetje een verrassing blijft dat ook een verrassing voorlopig ja ja ik, uh, was niet van plan om dat <laughs> nu bij jou uh, te gaan vertellen hier. nee maar vaak lijkt je natuurlijk best wel wat los over opstelling en manier ja, van spelen dat dat is nu niet aan de orde het is nu donderdag en uh, ik zeg, we hebben nog drie dagen om ons echt voor te bereiden. Dat we echt alleen maar naar deze wedstrijd. Want anders is het toch maar eerst de competitie. En we kijken een beetje eroverheen naar de beken. En nu gaat alles over de beken. Het begint te, te, te borrelen bij iedereen. Mm -hmm. En dat is alleen maar mooi. En daar moeten we ook van genieten. Maar we moeten ook wel de dingen blijven doen. En het heeft voor mij nu helemaal geen zin om, om te zeggen hoe of wat we gaan doen. Ja. Voor de rest is iedereen fit, toch? Ja, dat vind ik veel belangrijker. We hebben daar natuurlijk gisteren rekening mee gehouden in de wedstrijd. En ja, uiteindelijk. Moet alles zondag kloppen en dat past deze week qua, ja, qua voorbereiding in. Met jongens om te sparen en uiteindelijk topfit in die finale te krijgen.